Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op maandag 18 juni. We zien veel bewolking boven Nederland en met name in de noordelijke helft valt ook af en toe wat lichte regen of motregen. Vanochtend blijft die bewolking overheersen. De temperatuur ligt dan rond de 16 graden. Verder waait er een matige wind uit het zuidwesten en zoals gezegd, er kan een spatje regen of motregen vallen. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen wel droog geleidelijk en vanuit het westen komen een paar opklaringen, maar veel stelt het niet voor. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 21 graden. Vanavond zijn er tijdelijk wat meer opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Ook vanavond ligt de temperatuur nog lang tussen de 18 en 20 graden. Morgen een beetje hetzelfde beeld, opnieuw veel bewolking en vooral in de ochtend hier en daar wat lichte neerslag. S dus smiddags worden 20 tot 23 graden. Met name in het zuiden kan dan de zon doorbreken. Woensdag wordt het een echte zomerdag. 23 tot 28 graden wordt het dan. Er is veel zon en het blijft droog, maar het is van korte duur. Want donderdag en vrijdag wordt het niet veel warmer dan 15 tot 20 graden. Er zijn weer meer wolkenvelden en er valt van tijd tot tijd een bui. De wind waait dan uit het noordwesten. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.